Hier volgt een politiebericht. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Op zaterdag 6 september jongstleden om 3:45 middags sprong een tot nu toe onbekende man op het NS-station te Delft voor een naderende trein en kwam erbij om het leven. Het signalement luidt leeftijd tussen de 50 en 55 jaar oud. Hij had een zware lichaamsbeharing. De man was gekleed in een geblokt beige colbert maat 52. Een grijze pantalon met een zwarte stoffen riem. Een beige pullover merk Kunstle. Een blauw overhemd. Een donkerblauwe stropdas met rood, wit en blauwe strepen. En het woord NIS, hetgeen betekent Nederlandse Invaliden Sportbond. Beige sokken. Zwarte schoenen met een gaatjesmotief maat 40. Merk onbekend, maar op een van de zolen staat het merk Power Coal. Als u weet wie deze man is, of als u iemand in uw omgeving mist die aan het signalement voldoet, belt u dan met de politie van Delft. Telefoon 015 60 26 39. Ik herhaal 015 60 26 39. Maar u kunt ook met de plaatselijke politie bellen. En mocht u in het bezit zijn van een teletexttoestel, dan kunt u dit bericht nog eens nalezen op pagina 147.